Goedendag, welkom bij Vlaams Parlement TV, bij Studio Vlaams Parlement, die we voor de gelegenheid hebben omgedoopt in Studio Ad Hoc. We volgen de commissie in het Vlaams Parlement met daar vragen voor de regering in lopende zaken, de regering van Lisbeth Homans. Ondertussen lopen de formatiegesprekken van Jan Jambon bijna af en nu gaat het over de centen, het budget. Het is money time voor Jan Jambon. En dat is toch even wennen, want die Vlaamse regering kon altijd uitpakken en die kon claimen dat ze een sluitende, propere begroting had, maar nu is al becijferd enkele maanden geleden dat er een tekort dreigt van 600 miljoen euro, een half miljard, dat is 100 euro per Vlaming. Bij ons Bjorn Zoska, goedemiddag. Goedemiddag. Fractieleider voor Groen opnieuw in het Vlaams parlement. Ja, meneer Zoska, ik moet u vertellen, gisteravond gingen wij op zoek naar een verklaring van die cijfers, van dat tekort, dat geraamd tekort. Kennen we nu al 4 maanden, maar ik vond nergens van minister Lydia Peters een artikel of wat dan ook, waarin zij toelichting geeft bij dat cijfer. Daar is geen antwoord, geen verklaring voor. Wel, ik had gehoopt van dit ook te krijgen van minister Peters in de commissie en ik heb het daar ook niet gekregen. Dus het is zeer tekenend voor deze ploeg, die trouwens ook een zeer negatief verkiezingsresultaat heeft gehaald, dat tot 26 mei men eigenlijk aan het parlement en aan de Vlamingen heeft gezegd er is niks aan de hand, zelfs meer. We hebben 950 miljoen euro beleidsruimte, middelen die de volgende Vlaamse regering kan gebruiken. En dan 2 dagen later, na die verkiezingen? Op 27 mei valt er eigenlijk een rapport in waaruit blijkt dat we naar een 600 miljoen euro tekort gaan. Dus dat is wat mij betreft du jamais vu. En ik heb geprobeerd om daar antwoorden op te krijgen, maar jammer genoeg heeft minister Peters op mijn antwoorden geen antwoord gegeven. En was het meer computer says no. Ja, computer says no, maar wat je ook wel opvangt in de coulissen is van ja, dit is slechts een raming, het is een inschatting van het planbureau, groeicijfers bijgesteld. Ja, je kan er nog niet helemaal van uitgaan, die cijfers kunnen weer de andere kant op gaan. Het is slechts een inschatting. Deels wel. Dat heeft ze ook gezegd in haar antwoord van de helft is ongeveer te wijten aan de slechte economische conjunctuur. Maar de andere helft, en daar heeft economische conjunctuur veel minder mee te maken, heeft te maken met beslissingen van deze Vlaamse regering in lopende zaken, waar de inkomsten toch behoorlijk tegenvallen. En dan haal ik er eentje uit. De fiscale regularisatie, wat door minister Tomlijn en de vorige Vlaamse regering zeer sterk naar voren geschoven is, we gaan daar extra inkomsten uithalen. Dat gaat dan over mensen die in zaken erfrecht bijvoorbeeld... Die naar regularisatie moeten. Wel, die inkomsten die zijn jaar na jaar na jaar bijgesteld en nu zeer negatief. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik ben zeer ontgoocheld in het antwoord van die regering in lopende zaken van mevrouw Peters, omdat ik vind dat het parlement recht heeft op correcte cijfers. Wat is de toestand vandaag? Tegelijk, ik hoorde haar verwijzen naar de opvolger die... dit moet oplossen. Dat gaat dan over de onderhandelaars die nu samen zitten. En daar vang je op dat een begroting in evenwicht, dat was zo belangrijk voor bijvoorbeeld minister-president Geert Bourgeois, dat dat niet per se meer hoeft, dat je wel in het rood mag gaan. Kan dat voor u als je in het rood wil gaan om bijvoorbeeld te investeren in infrastructuur of klimaatbeleid? Wel, het is ergens... wat mij betreft een beetje gelijk krijgen helemaal op het einde, want 5 jaar geleden ben ik hier begonnen in het Vlaams parlement met dan minister-president Bourgeois te zeggen, u gaat nu wel zeer hard snijden, ook bij heel wat mensen in hun portemonnee. Ja, dat was in de uitgaven, snoeien om te bloeien, heette het. En dus ik had eigenlijk het voorstel gedaan... Maar dat was de prijs van een begroting in evenwicht, Dat is deze regering die eraan komt ervoor kiest die begroting, om niet dusdanig ik te weet besparen. Het, maar wat wij toen met Groen hebben voorgesteld, is een zachter pad. En nu gaat men het zachter pad eigenlijk op. En dus dat betekent dat je wel degelijk ruimte kan nemen om te investeren, op voorwaarde dat het goede, duurzame investeringen zijn. Kijk maar naar heel wat infrastructuur in Vlaanderen die toch wel een opknapbeurt heeft. Kijk naar bijvoorbeeld ook hernieuwbare energie. Maar tegelijkertijd moet je wel voor zorgen dat uw lopende uitgaven, daar mag je natuurlijk nooit voor lenen. En er zitten eigenlijk ook in die Vlaamse begroting wel nog een pak lopende uitgaven. Dus de vraag zal zijn, gaat men inderdaad met een financieel plan komen waar je langs de ene kant kan investeren, maar langs de andere kant uw lopende uitgaven niet met leningen gaat betalen. Ja, want in het rood gaan, het verlanglijstje, of wat we toch opvangen vanuit die formatie, gesprekken is niet min. Het gaat over zaken waar u niet tegen kan zijn en die wel geld kosten. Het wegwerken van de wachtlijsten in de zorg, dat blijft een probleem. Verpleging, extra verpleging in ouderenzorg, lage lonen die netto meer overhouden. En dus dat investeren in hernieuwbare energie, dat zijn dingen die geld kosten, die deze coalitie aanvankelijk in het rood zullen duwen. Op termijn willen ze een evenwicht hebben. Maar dat is dan een rode piste waar u niet kunt tegen zijn. Men mag wat in de schulden gaan, als het correct is volgens u. Wel, daar zit ik eigenlijk wel wat op dezelfde golflengte met mensen zoals Paul de Grauwe of Wim Moeze, die dat ook een stuk naar voren schuiven. En dus daar kan ik in meegaan. Alleen vind ik wel
opvallend dat deze Vlaamse regering, deze nieuwe ploeg, die toch een doorslag is van wat er de afgelopen jaren is, nu uiteindelijk dat pad opgaat. Ja. En ik had ook wel gehoopt dat we vandaag als parlement een zeer duidelijk zicht gingen hebben op de startpositie. Ik zou graag als parlement weten, wat is de startpositie op financieel budgetair vlak waar deze nieuwe ploeg mee aan de slag moet gaan? Dat antwoord is niet gekomen. Dat gaat over de uitgaven die je beheerst, maar ziet u ook mogelijk nieuwe inkomsten? Als een overheid geld nodig heeft, kan zoveel geld bijdrukken, dat doen we niet meer, of geld gaan zoeken. Waar zitten de inkomsten? Extra, wel, dat is natuurlijk een zeer moeilijke vraag, omdat dan ga je al snel beginnen over belastingen. Maar ik weet ook wel dat de Europese Commissie ook aan deze regering, aan deze Vlaamse regering, toch de oude en vermoedelijk ook de nieuwe, regelmatig heeft aangegeven, uw lasten op arbeid zouden een stuk naar beneden moeten. Ik weet, dat ligt federaal. Maar tegelijkertijd geeft men daar toch de opening dat rond milieufiscaliteit we nog altijd het kneusje van Europa zijn. Ja. Dus daar ligt wat mij betreft een verschuiving die toch interessant kan zijn. Vraag is, zit dat in het nieuwe regeerakkoord? Ja, daar is het wachten op verderop deze week, vrijdag en dan maandag. Verwachten we nu toch die septemberverklaring. Iets helemaal anders. Ik spreek hier met een fractieleider, maar ook misschien met de toekomstige voorzitter van Groen. Hoe liggen uw kaarten? Hoe schat u dat in? Andere kandidaat is onder meer mevrouw Lamaci, huidig voorzitter. Hoe liggen de kaarten? Wel, dat is zeer moeilijk in te schatten. Ik denk dat het een spannende strijd zal zijn. We gaan niet zo ver uiteen liggen, dus laten mij houden op 50-50. En dan wordt het een tweestrijd? Want er is nog een kandidaat ook... Ook dat is moeilijk in te schatten. Dus het derde kandidatenduo is misschien wat minder gekend. Maar goed, ja. Het is aan de leden om op 19 oktober daar een beslissing in te nemen. En de afgelopen weken, het voordeel van zo'n kandidatuur is dat je de afgelopen weken ook wel heel wat mensen in de partij hebt gezien, heel wat afdelingen leden hebt bezocht. En dat geeft meteen ook aan wat de temperatuur is in de partij. 19 oktober, dat is een drietal weken. Stel, ik ben lid van uw partij. Waarom zou ik voor u kiezen als voorzitter en waarom niet voor mevrouw Almaci? Wel, ik zal mijn eigen kandidatuur verdedigen zonder negatief te doen over mijn concurrenten. Maar ik denk dat we met Groen eigenlijk een uitdaging hebben om aan heel wat mensen te laten zien dat klimaatbeleid en betaalbaarheid eigenlijk hand in hand gaan. Heeft zij dat dan niet gedaan? Ik vind dat de afgelopen maanden een beeld is ontstaan alsof eigenlijk een goed klimaatbeleid zeer veel middelen vraagt van mensen. Ik ben ervan overtuigd dat... Dus op die manier heeft ze in de campagne dan, maar die kritiek wilde wel eerder of mensen afgeschrikt nee, ook... Maar wat mij betreft is dat echt geen negatieve evaluatie. Ik zeg, wat de toekomst voor de partij in zich draagt, is een uitdaging daar, omdat in ons programma zitten heel wat sociale maatregelen en klimaatbeleid en sociaal beleid zit op één hand. Het een kan niet zonder het ander. En dat is wat mij betreft de grote uitdaging voor onze partij. Want anders voor uw partij dreigt opnieuw, of eigenlijk nu al, zitten jullie trouwens ook niet mee, bedoel ik, in die regeringsonderhandeling. Hoeveel pijn doet dat eigenlijk? Want straks, eindelijk legislatuur zit Groen al 20 jaar in oppositie. Uiteindelijk wil je toch mee besturen, mee veranderen? Wel, dat is een van de onderdelen van mijn kandidatuur. Ik zou graag hebben dat Groen opnieuw meer impact heeft. Ja. We hebben meer impact gehad in Brussel, daar besturen we mee. Ja. Ecolo is in Wallonië in een regering. Zeker gestart. Vast, maar hier in Vlaanderen. En heel wat steden en gemeenten maar zitten we mee aan de knoppen. Opnieuw oppositie. En ik zou net zoals in Antwerpen, opnieuw oppositie. En ik zou graag in 2024 inderdaad meer impact hebben, ook aan een beleidstafel. Ja, weet u trouwens ondertussen al waar u zal zitten in het Vlaams parlement? Daar is nogal wat discussie over, hè? Ik al weet, vijf keer vergaderd. Ik weet niet waar ik ga zitten, maar laat mij het zo zeggen, als men mij in dit half rond een stoel geeft en een microfoon geeft, maakt het mij niet uit waar ik zit. Ik zal altijd mijn stem laten horen. Voor een aantal NVA'ers maakt het wel uit, hè? Ze willen in die middenbeuk zitten, goed zichtbaar. Wat vindt u ervan? Ja, dat is eigenlijk de vraag van de N-VA. En in mijn ogen, men zou beter als volwassen mensen aan tafel zitten met degenen die het dan niet willen, in dit geval de CD&V, om dan uiteindelijk met een akkoord naar het uitgebreid bureau te komen, want het spel heeft lang genoeg geduurd. Dit is geen reclame voor politiek en we moeten nu vooral bezig zijn met wat leeft buiten en de antwoorden die we daarop moeten geven, niet met een of andere plaats in een parlement. Zoals iemand zei, politieke partijen weten niet altijd meer waar ze voor staan, maar wel waar ze willen zitten. Maar met Groen weten we zeer goed waar we voor staan. Ja, aan die kant. Dank u wel, meneer Zoskou, voor dat verderop. En blijft u ondertussen bij ons, want we keren terug naar die commissie met vragen aan de regering, aan de ministers van lopende zaken. En dan gaan we in gesprek over baby Pia, wiens ouders met een sms-actie een geldinzameling hebben gedaan om het medicijn van hun kind te kopen. En in hoeverre de Vlaamse overheid aan die kwestie tegemoet kon of kan komen door screening van dergelijke spierziekten.